We weten dat 50% van de kinderen die nu leven bijziend zullen worden. 50% daarvan krijgt eventueel meer kans op hoge bijziendheid en ook weer meer kans op oogproblemen. Om die reden worden ouders die zelf een minsterkte hebben opgeroepen de ogen van hun kind te laten controleren. Ik ben hier met Sil, want mijn vader heeft een minsterkte. Die heeft een min 5 sterkte en die heeft glaucoom. Ik zelf heb ook een minsterkte, min 5. En Sil heeft de afgelopen jaren is hij ook steeds verder, gaan zijn ogen achteruit. Hij heeft nu inmiddels min 2. Hoe kwam je erachter? Op het bord kon ik niet zo goed kijken. Vooral de rode letters en daarom. Dat zei ik en toen hebben we op laten meten en daar kwam ik erachter. E, O, A, Z, R. Ja, goed, als je die A kijkt. Wordt het slechter of beter gelijk? Slechter. Goed. Mag je andere voor je andere ogen houden? We gaan allereerst de ogen meten, kijken of er daar wat uitkomt. Dan hebben we nog wat aanvullende testen om te doen. Als daar wat uitkomt, dan kun je ervoor kiezen om eerst met een bril of met lenzen te gaan beginnen. En als je daarvan ziet dat die minsterkte toch eigenlijk achteruit gaat, dus meer wordt, dan kun je ervoor kiezen om het te behandelen. En ik was erachter gekomen dat daar een nieuwe methode nu voor is. En daarom heeft hij nu nachtlenzen. Ja, hij gaat naar bed, doet zijn lenzen in 's nachts. En 's nachts zorgt ervoor dat die lens, dat hoornvlies, een beetje, als het ware, een beetje indeukt. Een beetje zwart-wit gezegd. Maar zodat hij overdag eigenlijk geen sterkte meer heeft. En overdag gewoon prima kan kijken. Hij had zachte lenzen. En nu is hij overgegaan op harde lenzen. En nu moet hij 's avonds die indoen zelf. En dat heeft hij moeten leren hier. Hoe voelt dat? Ja, in het begin niet zo fijn, maar als ik slaap, dan voel ik er niet heel veel van. En dat ging eigenlijk binnen 2 dagen zag hij al overdag goed. Dus overdag heeft hij dus nu geen lenzen meer. Ja, ik kan gewoon uit het raam kentekens lezen van auto en dat kan ik normaal niet zonder lens in. Nu wel.